Hallo lieve mensen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag de video over de Engelenpoordag 22-2. Tijdens de energieupdate heb ik verder niet de energie meegenomen van deze Engelenpoordag. Ook heb ik verder niet benoemd dat er deze week ook nog een maanenergie eraan zit te komen. Dus dat komt eigenlijk omdat er voor de volle maan ook nog een aparte reading online zal gaan komen. En vandaag dus de Engelenpoorddag energie. Maar dat heeft eigenlijk te maken dat ik vandaag dus een aparte reading op wil nemen. Omdat het een 2-2-2 poortdag is. En het is eigenlijk weer een dag om te herbalanceren of bewust te worden van je balans. Nu is die sluier natuurlijk tussen het aardse en het stukje spirituele op een Engelenpoortdag dunner. Dus je kunt ook meer boodschappen doorkrijgen, downloads krijgen, tekenen ontvangen. Je kunt ook ascensieverschijnselen hebben. Dus er kan heel veel in het energetisch veld voelbaar zijn. Maar dan gaan we dus ook nog eens even kijken wat dat dan voor nu, omdat het elke energiepoort heeft natuurlijk zijn eigen betekenis. Gaan we eens even kijken wat er dus naar voren mag komen. Het is ook een mooie tijd om vooral je dromen na te gaan jagen. Maar dan wel vanuit die zachte en liefdevolle energie. Dan word je dus ook ondersteund door engelen. Want je kunt voorstellen, die zachte energie, dat is die hogere trillingsenergie waar ik het al vaker over heb. Maar als je dus dromen zou na willen gaan streven vanuit je ego, dominantie, stukje lage trillingsenergie, dan krijg je dus geen ondersteuning van het engelenrijk. Het is dus op dit moment dus een prachtige energiestroom om te kunnen gebruiken voor je eigen energie, een boost te geven. Maar niet alleen voor jezelf. Het kan dus ook helpen om andere nieuwe inzichten te geven. En wellicht een duwtje in de rug te geven. Hè? Dat een bepaald inzicht of moment wat jij hebt ervaren of doorlopen. Dat dat weer een kwartje laat vallen bij iemand anders. Blijf vooral de inzichten die je hebt en optimisme positief het universum inzenden. En die positieve energie, dat is eigenlijk de laatste tijd wel meer in de readingen, ook in het collectief veld zichtbaar. Dat in januari best nog wel wat intensiteit had met dingen loslaten. Nu zijn we natuurlijk die Pluto in Waterman gestart. Al een paar weken. En dat heeft er dus ook voor gezorgd dat er meer inspiratie geactiveerd is in jouzelf, die je dus toe kunt gaan passen. En dit kan dus op meerdere vlakken zijn. Hè? Het kan dus ook op meerdere vlakken naar jou toe komen. En het enige wat jij hoeft te doen is ervoor open te staan en te leren ontvangen. Nu is het leren ontvangen voor niet iedereen weggelegd, want sommigen die vinden het heel moeilijk om te ontvangen. Maar elk klein beetje helpt om de energietrilling te verhogen. Nu is het niet alleen zo het stukje ontvangen dat het altijd positief is. En dat stukje positieve energie, dat wil iedereen wel ontvangen. Maar de negatieve energie die er soms voor nodig is om jou uit een patroon te weten te breken. Dat is eigenlijk, als het omgebogen is, ook in positieve zin. Omdat het jou verlicht naar een nieuwe energie toe. En al voelt het op dat moment dat het lijkt of dat die energie jou aan het straffen is, probeer het niet op die manier te ervaren, maar probeer er anders naartoe te kijken. En dan zul je ook negatieve elementen of pijn om kunnen gaan buigen. En alleen op die manier, als je daar inzicht over krijgt waarom negatieve elementen in je leven gebeuren, als jij dat in gaat zien, dan zal de mens ook pas gaan groeien en de ruimte krijgen om te gaan groeien. En dan niet een klein beetje groeien, maar echt in de optimale vorm. Want weet dat jij heel veel kracht bezit. En al voel je dat niet altijd, het is er wel. Je wordt begeleid vanuit de hogere macht met die hogere trillingsenergie. En
zij, dat kunnen engelen zijn, dat kunnen gidsen zijn, kunnen dierbare overleden zijn. En noem het gewoon even de spirits die om jou heen zijn, die je aan kunt roepen. Die ondersteunen jou tijdens jouw spirituele groei of ontwakeningsproces. En die stimuleren dan op dat moment eigenlijk jou ook om de schouders eronder te zetten. Maar ben er wel van bewust dat spirituele gidsen je niet dwingen hun hulp of aanbod aan te nemen. Maar dat je het een eigen vrije keuze hebt om ze aan te roepen en om hulp te vragen. Dus spreek je wensen uit en stel haalbare intenties. Of spreek haalbare intenties uit. En dan zul je ook merken dat jij een hele andere energiestroom kunt gebruiken. Maar we gaan eens even kijken. Ik heb dit deck vandaag klaargelegd. De geheime boodschappen van het licht. Vond ik wel een hele mooie toegevoegde waarde voor deze legging. Want het is eigenlijk de energie die nu actief is om vol overgave te werken aan je spirituele pad, jouw zielsdoel. En al is die nog niet in zicht, het gaat wel ten goede komen van jouw ontwikkeling. Nou, kijk hier. Goddelijke dieren, kaart 22. Hoe mooi. Nou, 2-2 is er al uit. Ik pak zo even een boekje erbij, dan lees ik hem ook even voor. Want dit is toch wel speciaal vanuit de kracht in jezelf. De goddelijke intenties en zielswerk krijgen we erbij. Ik heb het zojuist over je spiritueel pad, je zielsdoel. Nou, prachtig. Blijf mooi hoe de kaarten voor zich laten spreken met hetgeen wat ik al aan heb aangegeven tijdens mijn gesprek. Eens even kijken. Ik pak even het boekje erbij. Ik hoop dat ik heb niet heel veel licht hier. Breng tijd door met je huisdier of het in gezelschap van een ander dier om je te realiseren dat hetzelfde licht dat door jou heen stroomt, door de levende wezens stroomt. Wij creëren allemaal verschillende reservoirs voor onze zielservaringen, afhankelijk van onze individuele wensen en dromen. Mensen ervaren een groter contrast dan dieren. Daarom reiken onze invloed en creaties verder. Dit maakt het echter ook gemakkelijker voor ons om ons weg te drijven van ons hart. Dieren reflecteren de goddelijke liefde die we zijn. Als we in de buurt van dieren zijn, is het gemakkelijker om afgestemd te zijn, zodat we geïnspireerd kunnen worden tot grotere creaties. Mensen geloven vaak dat ze onvoorwaardelijke liefde krijgen van een dier, omdat een dier waarschijnlijk meer is afgestemd op zijn zielsinstinct en het niet nodig heeft dat jij anders bent dan je bent om zich geliefd te voelen. Voel je vrij om te zien wie je bent. Als je dit gedrag zelf uitstraalt, wordt het leven meer ontspannen en liefdevol en zullen je relaties opstijgen tot een heel nieuw niveau van plezier. Wauw, prachtig. Hele mooie boodschap al, hè? Ik pak er nog wat kaarten bij. Wat mogen we er nog aan toevoegen voor vandaag? Engelenpoordag, wijsheid. Je hebt heel veel kennis in je zitten. Het wordt tijd om deze wijsheid te gaan delen. Dus ga deze ook met andere mensen delen. Hè? Een domino effect waar ik het van de week ook over had. Kijk eens, blijf optimistisch. Al lijkt een periode nog zo donker en zonder vooruitgang, er gaat een eind komen aan deze moeilijke fase. En dat is echt wel een hart onder de riem gestoken voor de mensen die in hun transformatieproces zitten. Hè? Want het is pittig, het is intens. En af en toe heb je zoiets van, er komt echt geen eind aan. Wanneer houdt dit nu op? Alles is om jou richting die helderheid te brengen, die stabiliteit, de intensiteit wat het met zich meebrengt. Zorg er dus ook voor dat bepaalde negatieve elementen in jouw leven getransmitteerd worden naar het licht. En dat zorgt er dus ook voor dat er bepaalde keuzes gemaakt gaan worden. Maar we pakken er nog wat kaarten bij en dan gaan we dadelijk met de tarot verder kijken. De zon. Heel mooi. Kijk eens. Na regen komt zonneschijn. Het helen van je hart of pijnstukken zorgt ervoor dat jij naar deze wijsheid mag groeien.
zonder conditioneringen, zonder belemmerende overtuigingen. En die onbewuste elementen die eigenlijk een proces alleen maar laat stagneren, geeft dan ook aan van oké, als jij die reflectie naar jezelf doet, dan zie je ook in van ik mag het nu toe gaan passen, ik mag er doorheen, het is de tijd en alles om mijn zielswerk verder voort te kunnen zetten vanuit licht, vanuit harmonie. Ik pak alvast hier een kaart uit, deze laat ik nog even gesloten liggen. Die zal ik eind van de video nog voorlezen voor jullie. En dan gaan we daarna met de tarot even kijken wat er naar voren mag komen. Nou, ik leg hem even zo neer. En dan pak ik even de Lightseers tarot erbij. Kijk eens, union in jezelf, dat is de balans waar we naartoe gaan leven. Voor een groter collectief. Dan zal het altijd zijn dat de mensen in een lagere trillingsenergie zullen blijven, al zitten we in die nieuwe wereld. En sommigen zeggen we zijn op weg naar een nieuwe wereld, nou ja, die is er al. Want kijk om je heen, er zijn al gigaveranderingen. Alleen, het wordt alleen maar verder in zicht gebracht. Okay. We beginnen eerst met de 10 van munten. Stabiliteit weer terugkrijgen, het overwegen van hoe kan ik dingen verwezenlijken. Maar ook in gaan voelen van, wat wil ik? Wat tijdens die nieuwe groeiproces, waar word ik blij van? Welke kennis die heb ik en wat kan ik daarmee? Hoe kan ik dit verwezenlijken en in een ander jasje stoppen, zodat het voor mij nu werkt? En al heb je daar nog niet helemaal de helderheden over, je hebt wel al heel veel kennis tot je genomen. En dit kun je dus nu ook toe gaan passen. En dan zul je ook merken dat als je ook met dieren, dus kijk, we hebben hier al 2 dieren sowieso staan, hè. Als je meer met dieren connect, zul je ook naar een bepaald emotioneel stukje kunnen in jouzelf, die wellicht nog aan blokkering, de blokkade eraf gehaald mag worden. We zien waterelementen, we zien zware elementen in het hoofd zitten. Maar van de andere kant, je shift naar een vernieuwing toe. Je shift naar die downloads en die energie wat er de komende tijd aan gaat komen. En je gaat het toepassen. En die kennis, hè, want die kraaien die zijn natuurlijk ook tussen het spirituele en hier is het ook dunner, die sluier. Het zorgt er ook voor dat je in jouw kracht komt te staan en dat je met de juiste intenties ook kunt gaan manifesteren. Met die hogere trillingsenergie kun je dit activeren. En dan kun je merken van oké, ik heb weer een cyclus voltooid. Ik heb weer een groeiproces doorlopen. En alhoewel het niet altijd zonder slag of stoot gaat, kijk eens wat hier op tafel ligt. Kijk eens wat hier ligt. Ik pak even een extra kaartje hierbij, of dat ik hier nog iets aan toe mag voegen. Oh, kijk eens. Je hebt de inzichten en je hebt de kennis. En we krijgen de dood- en wedergeboortekaart. Dus doordat jij nu aan het groeien bent en de focus op hetgeen legt wat voor jou bestemd is, en dat heeft dus ook echt wel met jouw spiritueel pad, jouw zielsdoel te maken. En je kunt het eigenlijk zo zien dat jij de weg begint te vinden in het aardse stukje in combinatie met je intuïtiviteit. En soms dan lukt het niet helemaal en dat is ook helemaal niet erg. Want we zijn hier om te leren. En dat stukje leren, dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Dat is nu gewoon eenmaal zo. Er zijn ook maar weinig kinderen die vroeger op een fiets stapten en zonder te vallen in één keer zo alleen maar wegfietsten zonder ooit maar te kunnen, weet je, zonder ooit een valbeurt. Dat komt zo zelden voor. En dat geldt voor jou ook. Af en toe zul je je neus stoten. Af en toe zul je denken van potverdikke me nog en toe. Maar van de andere kant, je krijgt wel inzichten. Je gaat wel inzien van oké,
Ik zit in mijn hoofd. Oh, dat is niet het juiste energiestroompje waar ik in mag zitten. Dus de beker die ik heb genomen is niet de juiste voor mij. En dan kun je dat ook weer loslaten. En dan kun je dat ook weer af laten vloeien van jouw energiestroom. En dat is waar jij jouw lessen in gaat leren. En de kennis over op gaat doen. En als je die kennis hebt, kun je dit dus ook in een jasje vormgeven wat voor jou werkt. Want wat voor een ander werkt, wil niet altijd zeggen dat het voor jou ook prettig werkt. En het is dus, stel dat jij tips krijgt van anderen, of je hebt met iemand een gesprek waarbij je zoiets hebt van, oh wauw, ik zou dat ook zo graag willen, dat ik niet elke keer die teneergeslagen energie heb, dat ik niet elke keer weer mezelf omlaag praat. Want dat zijn ego-energie stukjes, hè? Dat is die lagere trillingsenergie. Want dat kan ik me voorstellen dat het soms lastig is om optimistisch te blijven tijdens je hele proces. Maar mocht je verder in het proces zijn en je ziet inmiddels dat stuk licht alweer in de verte, of je ziet eigenlijk, of je bent er nog maar een paar stappen vanaf, dan weet je dus dat al het harde werk wat je hebt verzet ook echt beloond gaat worden. Want we hebben hier het licht op de achtergrond en we krijgen daarnaast direct daarnaast de zonkaart. We krijgen hier echt wel een geactiveerd hart. Met daarnaast hebben we het gebroken hart liggen. Valt me nou eigenlijk pas op dat ik ze zo naast elkaar heb gelegd. Maar het zorgt er wel voor dat er een nieuwe stabiliteit in jouzelf gaat komen. Want je hebt de drijfsfeer om de stroming weer op te gaan pakken. Om te optimaliseren wat voor jou prettig is. Maar we gaan dus nog wat kaartjes erbij pakken. Nou, dat zijn er te veel. Hele stapel, daar gaan we niet aan beginnen vandaag. Nou, ze komen er toch weer uit. Nou, dan neem ik ze toch maar even mee. Kijk eens. We krijgen de 6 van staven. Ik hoop dat het in zicht is. We krijgen de paasje van, zag ik dat goed? Paasje van munten en de paasje van staven. Ondanks dat jij op dit nieuwe pad bent, heb je wel de juiste beslissingen en keuzes gemaakt. En dat is ook het ontkoppelen van pijnstukken. Het ontkoppelen van ego. Het ontkoppelen van conditioneringen of ja, misschien wel zelfsaboterende energie. Er gaat weer een vlammetje in jou branden. Nou, de kaarten die vliegen er letterlijk gewoon uit. Nou ja, dan neem ik het maar even mee. Onderkant dek hebben we de 8 van munten. Krachtige energie, precies zoals ik zei. Hè. Je bent zo hard aan de slag met jezelf, dat je op een gegeven moment op een punt gaat komen dat jij de energie die je hebt geleerd, of de momenten wat je hebt geleerd, het toe hebt gepast in jouw vorm, in jouw jasje, wat voor jou werkt. Kijk eens, want al krijg je af en toe nog van die van dat energiemomentjes waarbij je een strijd voelt of waarbij je zoiets hebt van, ik weet het niet, maar je keert je rug ertoe. Al weet je van, ik heb het risico dat ik weer aangevallen ga worden. Maar jij keert de rug toe omdat je het vertrouwen hebt dat wat er voor je ligt, voor jou bestemd is. En dat je beschermd zult gaan worden vanuit, van achter. En we krijgen de hoge priesteres ook weer op tafel. 2 keer. In combinatie met de 2 van munten. Ik zal eens even een beetje plaats maken. Want hoppatee. Kijk eens. We zagen zojuist onderkant dek natuurlijk ook al de 2 van zwaarden. 2-2 weer komt naar voren. Dus weer een krachtige overtuiging wat er met zich meebrengt voor deze reading. Dat je op de juiste weg bent. Wat succes gaat zijn. Waarbij voor sommigen ook wel is dat je meer in de picture komt te staan de komende periode. Waarbij jij jouw kennis kunt gaan delen. Waarbij de energie die jij dus van binnen voelt ook uit gaat stralen. En dat wil niet altijd zeggen dat jij dan op de voorgrond gaat treden of online gaat. Misschien ga je
Weet je, als je podcast of weet ik veel wat, hoeft helemaal niet, hè? Want het gaat erom dat mensen om jou heen een bepaalde element gaan zien in jouw energieveld. En waarschijnlijk valt jou dit niet op, maar mensen om jou heen valt dit op. En dat is dus eigenlijk het stukje waar jij in aan het groeien bent. En het is niet altijd makkelijk geweest. En voor jouw gevoel is het ook nog steeds dat je zo je schouders eronder moet zetten om die balans te blijven behouden. Na alle keuzes wat je hebt gemaakt. Maar voor anderen zal het eigenlijk in zicht komen van zo, die heeft het leven goed op de rit. Die zit lekker in een vel, dat straal je ook uit. En wees dan ook niet zo streng voor jezelf, want andere mensen zien jouw energie al zoals jij het zelf ook zou mogen zien. Alleen je zit zelf af en toe nog in een dualiteit van hoe moet ik het aanpakken? Hoe kan ik dit optimaliseren? Die vastberadenheid en die oprechtheid die daaraan gekoppeld zit. Hè? Het stukje nieuwsgierigheid wat weer naar de voorgrond mag komen. En het voelt ook dat doordat jij een bepaalde energetische veld aan het upgraden bent, zal het dus ook in de buitenwereld zichtbaar zijn. En zullen mensen zich eigenlijk ook afvragen van, hoe kan dat toch? Hoe, weet je, die persoon heeft misschien ook heel veel meegemaakt en nu in één keer straalt ze of straalt hij. En dat mensen af gaan vragen van, hoe kan iemand zo'n strijd omarmen en niet in de negativiteit blijven hangen. Dit zal niet met iedereen resoneren wat ik nu zeg, maar ik mag het wel overbrengen. Het is wel een speciale boodschap voor een kijker of kijkers. Nu kijken natuurlijk best wel veel mensen de video's, dus wees ervan bewust dat het alleen maar verder zal kunnen gaan activeren en dat het alleen maar meer kan gaan worden. Dat zorgt er ook voor dat de komende periode, dat wanneer jouw groei verder ontwikkelt, dat jij op een punt gaat komen dat jij iets totaal onder de knie hebt. Waarbij een einde gaat komen aan een cyclus. Vooral omdat hier de wereld ook ligt. Je bent knijterhard aan het werk en nu is het zo dat die cyclus eigenlijk al nagenoeg beëindigd is van intensiteit. Maar je mag het zelf eerst nog in gaan zien. En je mag het zelf ook in jouw systeem gaan voelen. Want dat is het stukje. Andere mensen buiten jou kunnen het wel inzien. Of kunnen het zien dat er een verandering plaats heeft gevonden bij jou. Maar als je het zelf niet gaat voelen, dan is het heel lastig om dit ook te verwezenlijken natuurlijk. Want het begint allemaal met jouw innerlijke gevoel dat je dit kracht bij kunt zetten. En dan verder nog je trillingsenergie kunt gaan verhogen. En dat is precies waar jouw zielsdoel gekoppeld zit, jouw groeiproces. Dus een hele mooie, intense legging wat ik hier op tafel heb. Ik zal eens even voorlezen wat er nog op de engelenboodschap staat. O Paul, je kinderen in de hemel en op aarde zijn gelukkig en er wordt goed voor ze gezorgd door God en de engelen. Nou, dit zal echt niet met iedereen resoneren, maar voor alle lieve zielen die of een kindje hebben verloren in het aardse stukje of ten tijde van een zwangerschap, weet dat ze goed terecht zijn gekomen. En dat ze echt nog wel een kijkje komen nemen, regelmatig. Want ik voel de warmte om me heen verschijnen. Ik voel de drukte hier in de kamer. En het is eigenlijk heel mooi dat ze dit samen zo nu hier naar voren treden. Dat ze ook aangeven van mam of pap of wie dan ook. Wij zijn er gewoon nog hoor. Het gaat goed met ons. We zijn blij, we zijn gelukkig. En ondanks dat ik in het aardse stukje niet bij jullie ben, ik ben er altijd in het energetisch veld voor jullie. Altijd. Lieve mensen, hele mooie liefdevolle boodschap die ik er extra met deze engelenpoort aan toe mag voegen. Ik wil jullie vandaag ook een hele mooie dag wensen. Of ja, de video komt een dag eerder online. Maar ik wil jullie een hele mooie dag toe wensen. Gebruik deze energie ook om je stabiliteit weer terug te pakken. Om inzichten te krijgen. En ja, wellicht een mooie meditatie in te gaan zetten. Laat vooral een berichtje achter of een like als dit jouw video is. Of dat je het gevoel hebt van, oh wauw, ja Sandra, dit is echt mijn stroming. Het raakt me.
Het grijpt me. En dat is waarvoor ik hier zit voor jullie. Om deze boodschappen dan over te mogen brengen. Laat dus vooral een berichtje achter. En heel graag tot de volgende video. Doei doei!